Wij wilden graag de koeien meer gaan weiden, maar hadden de grond niet bij huis. Door met het gebied te gaan samenwerken, gebiedsgericht werken, is dat gelukt. Melkveehouder Albert van Beurstede woont in het Drentse Eem en is dagelijks actief als gebiedsregisseur. Hij begeleidt gebiedsprocessen waarin transitie van de landbouw aan de orde is. Kavelruil is daar vaak onderdeel van en steeds vaker ook het bijdragen aan natuur, water en klimaatdoelen. Ik nodig jullie graag uit om 6 december mee te doen aan het webinar over gebiedsgericht werken. Wat heb je daar nu voor nodig? Welke initiatieven neem je ertoe? En hoe kun je zelf regie op dat proces nemen? Waarom zou ik gebiedsgericht willen gaan werken? Dat is omdat de overheid heel vaak heel veel van jou vraagt op jouw bedrijf. Je moet aan alles gaan voldoen. En als je wacht tot dat helder is wat dat zou moeten zijn, dat duurt veel te lang. Jouw onderneming wil vooruit, ik wil vooruit, je wilt met je buren vooruit, pak regie. En dat kan doordat je dan vraagt aan de overheid, help mij dat te faciliteren om jullie doelen ook in te vullen. Voorbeelden zijn dat je het voor elkaar krijgt, dat je je weidegang op orde krijgt, dat je je veldkavels inmiddels bij huis hebt liggen, dat je niet meer op de openbare weg rijdt, maar in je eigen land. Dat je je eigen teelten voor eiwit bijvoorbeeld voor elkaar hebt, omdat je een samenwerking met je buren bent aangegaan. Dit zijn daagse voorbeelden waaraan we kunnen voldoen. Hoe ik in aanraking ben geraakt met gebiedsgericht werken gebeurde op de Hogere Landbouwschool, waar we met studenten een onderzoekje deden hoe we beter de koeien hiervoor konden gaan weiden. Dat was destijds nog niet mogelijk en via een kavelruilmodule zijn we daarachter gekomen. En wat daar is overgebleven, dat het mijn dagelijks werk is geworden om met groepen boeren dat soort onderzoeken te doen. Elkaar leren kennen en onderling vertrouwen is heel belangrijk in een gebiedsproces. Wanneer dat vertrouwen er is, legt Albert een kaart van het gebied op tafel als start van het gesprek over mogelijke oplossingen. Ik vraag aan een van de boeren om regie te nemen om hun buren uit te nodigen. En dan zitten ze aan tafel met een ingekleurde kadasterkaart waarbij ik dan kleuren hanteer, zoiets van welke kavels wil je misschien wel kwijt en welke kavels moeten absoluut blijven liggen. En hun leggen dan hun bedrijfsverhaal uit. Dat tekenen we in en dan zeggen dit moet blijven liggen. En ze pakken een andere kleur en dan zeggen ze, die kavel van mij, die mag er wel weg. Dat delen we langs de hele tafel heen. En uiteindelijk als we het rondje klaar hebben, heeft iedereen beeld hoe het bedrijf eruit ziet en wat ze zouden kunnen en willen ruilen. Ik vanuit mijn onderneming, maar dat zullen jullie ook net zo aangaan, pak regie op dat proces en wacht niet af tot de overheid bij jou komt.